Wesley, ja, heerlijk. Fantastisch. Eerst tegen Ajax, nu de winnende tegen PSV. Ja, ik heb voor mezelf besloten om hoogtepunt te stoppen. Hierna kap ik ermee. Nee, het is ongelooflijk. Het is fantastisch. Wat duurde trouwens lang, hè? Je kreeg die bal van Bulikin en ik denk, gaat hij nog schieten? En het duurde maar, en naar mijn beleving duurde het 20 seconden, maar hij zat er uiteindelijk wel in. Ja, ik wou een beetje ontlading hebben. Een beetje eerst even vanuit de moeilijke hoek scoren. Wat moeilijker voor mezelf maken. Nee, maar maakt er niet uit hoe hij erin zit. Hij zit erin. Het blijft heel lang 0-0. In de eerste helft hebben jullie één kans gekregen, volgens mij. Torenstra was dat. Tweede helft, organisatie stond. In verdedigend opzicht liep het allemaal goed. En het was eigenlijk wachten op dat doelpunt. Maar hij had ook aan de andere kant kunnen vallen. Ja, het PSV was gewoon de eerste helft de betere ploeg. Maar ik denk dat wij 10 minuten voor rust beter voetbalden. En dat hebben we herpakt in de tweede helft. En, misschien was wat je zegt PSV wel voetballend. Maar ja, we hebben hier gewonnen en dat is het belangrijkste. Knijp je hier wel eens in je arm zo in die kleedkamer na zo'n wedstrijd? Ja, tuurlijk. Ja, wat bleven we dit jaar? We winnen Ajax uit. Twente had je misschien uit moeten winnen. We winnen bij PSV uit. Ja. En het is allemaal nog niet eens onterecht. En dat vind ik het mooiste. En dat je dan gelijk die telefoons in de kleedkamer ziet en ziet staan dat we vijfde staan. Dat is fantastisch. Ja, er wordt altijd zo mooi gezegd, zo'n overwinning is een teamprestatie. Je moet ze wel scoren. Maar dit was ook echt een teamprestatie. Hè? Want in verdedigend opzicht kan Lewin voor de geest halen. Piqué, die jongens hebben hard gewerkt. Ja, ik moet de verdediging zeker een groot compliment geven deze wedstrijd. Met Gino en Rado als verdedigende middenvelder, want die waren vandaag fantastisch. Maar wat ik zei, ik denk dat het hele jaar nog niemand heeft geroepen dat een individu het heeft gedaan. Dit is gewoon het hele jaar een fantastische teamprestatie en dat is onze kracht. Heerlijk moment. In de extra tijd ook nog eens dat doelpunt maken. Hè? Dat is het mooiste. Fantastisch. Wat gaat er nog volgen dit seizoen? Een hele hoop mooie dingen. Volgende week krijgen we VTV thuis. Ik vind dat wij die moeten winnen. En dan dachten de mensen dat wij de winterstop niet goed uitkwamen. Want die dachten dat wij een vrije val naar beneden gingen maken. Maar ik ga ervan uit dat wij na 4 wedstrijden 12 punten halen. Ja, in ieder geval nu al 9 binnen na 3 wedstrijden. En waaronder PSV. Super. Er is dit genieten van, hè? En hoeveel sms'jes had je trouwens? Nee, ik heb nog niet gekeken. Ga even snel kijken. Is goed. Ja, Gino, genieten denk ik, hè? Absoluut, ja. Ongekend dit. Laatste minuut of blessuretijd scoor je de 1-0. En dan win je hier gewoon geweldig. En dat in een wedstrijd die lang beide kanten uit kan. Hè? In de eerste helft ADO Den Haag eigenlijk maar één kans gecreëerd. Je hebt het ook druk gehad, maar wel goed gespeeld. Ja, absoluut. We kregen het, dat weet je natuurlijk van tevoren. Je krijgt het natuurlijk wel druk. En je weet dat ze ook thuis natuurlijk hoop druk vooruit willen geven. En af en toe moet je wel even inzakken en met z'n allen in de 16 staan. Als die bal dan net goed valt, dan hou je hier gewoon de nul. Geweldig. Ja, heb je een paar benauwde momenten gehad in de wedstrijd? Ik kan me momenten herinneren met Toivonen en Lewin, hè, voor je doel, dat eventjes penibel was? Nou ja, in principe denk ik wel dat we heel goed de controle hadden. En dat Ramon Leeuwin en Timo echt heel goed het bij elkaar hielden. Maar inderdaad, af en toe valt die bal toch wel. Want ik bedoel, ze hebben ook hele sterke jongens voorin. En dan valt die toch wel een keer lastig. En is het een kwestie van je kop even koel houden en wegwerken die bal. Ja, in de eerste helft krijg je weinig kansen. Wat zegt de trainer dan in de rust? Waardoor je in de tweede helft eigenlijk meteen aan het begin van de tweede helft mogelijkheden gaat creëren? In principe was hij best wel tevreden hoe we eigenlijk de eerste helft hadden gespeeld. En eigenlijk gaf hij wel een paar tips mee, maar... in principe zijn we eigenlijk met dezelfde gedachte als voor de wedstrijd de tweede helft ingegaan. En je ziet het, ging perfect. Dat is de eerste helft. Hoe hoog sprong je toen Verhoek die goal maakte? Ja, ik raakte het dak bijna. Maar het is geen dak. Maar nee, ik sprong natuurlijk een gat in de lucht. Was geweldig. Zo'n moment. Ja, ik kon het bijna niet geloven. Het woord teamprestatie is al eens gevallen. Verhoek maakt uiteindelijk die winnende treffer. Maar uiteindelijk hebben jullie met z'n allen ervoor geknokt en het voor elkaar gekregen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, we hebben gewoon weer getoond dat we echt absoluut voor iedereen kunnen winnen. En ook goede racing neer kunnen zetten. En we hadden na de wedstrijd van Excelsior al zeiden we al tegen elkaar van luister, we kunnen gewoon voor iedereen winnen. We zijn niet af te stoppen, we gaan gewoon doorknallen. En je merkt ook dat het geloof er was om hier 3 punten te halen. En uiteindelijk is het ook echt zo. Van Ajax gewonnen in een uitwedstrijd, van PSV gewonnen. Voelt dit een beetje hetzelfde als toen? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, voor mij is dit ook natuurlijk ook speciaal. Ik bedoel, ik heb bij PSV gespeeld. Dus allebei gewoon echt. Maar dit is natuurlijk, was nog spannender op het moment dat je natuurlijk in de blessuretijd de 1-0 scoort. Want je verwacht uiteindelijk van, het zal waarschijnlijk wel 0-0 blijven. Maar als je dan zelf scoort, dan is het uiteindelijk nog een grotere ontlading.
de top 5 longt. Klinkt gek, hè? Nou, ik hoorde net dat we vijfde staan. Dus ongelooflijk, ja. Geweldig. Ja, genieten. Geweldig, ja. Hoeveel sms'jes vroeg het aan Verhoek ook al heb je gekregen? Ik heb eerlijk gezegd nog niet op mijn telefoon gekeken. Dus ik ben meteen hier toe gekomen en ik zal daar even kijken. Misschien heb ik wel een paar. 16 oktober 1971. Die datum kan uit de boeken. Ik heb het net gehoord. Ik kreeg de vraag van wat weet jij van de historie van de wedstrijd PSV tegen ADO? Ik zeg niks, maar het interesseert me ook niks. Ik denk dat wij dit seizoen al meerdere logica, als je daar al van kan spreken, hebben geloogstraft. Mooie woorden trouwens. Maar wat in het verleden is gebeurd, daar kun je niks mee als trainer. Dat waren mijn eerste woorden naar de jongens en de staf. En dat doe ik nu ook niet. Maar ja, het zegt wel iets dat wij nadat we eerst in Amsterdam met 0-1 hadden gewonnen. En vervolgens dat kunstje nog een keer flikken bij de koploper bij PSV. Dan is het geweldig. Super. Hoe heb je die wedstrijd beleefd? Want wij hadden zelf het idee van het kan tot in die laatste minuut inderdaad alle kanten op. Ja, dat zeiden we op de bank ook. Hè. Het kan twee kanten op. Nou, dat zegt al heel veel natuurlijk. Dat betekent dat je zelf, maar zeker ook PSV, gewoon goed in de wedstrijd zit. Of het een leuke wedstrijd om te kijken, kan ik niet helemaal beoordelen. Het was wel een wedstrijd waar heel veel strijd in zat. Veel kleine overtredingen. Dus het tempo in de wedstrijd kwam niet echt op gang, denk ik. Maar je hebt vanavond ook weer kunnen zien dat wij als ADO zijnde gewoon mee kunnen met... Want dit is toch de top van Nederland, dat je niet ondersteboven gelopen wordt of geblazen wordt. Dat we fysiek er ontzettend goed op staan, dat we heel veel duels hebben gewonnen. En dat we regelmatig prikjes hebben kunnen uitdelen, speldenprikjes, in aanvallend opzicht. En als je dan de uiteindelijke ontlading ziet bij die winnende goal, geweldig. Ja, je sprong zelf volgens mij tot in de tweede ring, hè? Ik was echt, dat was de eerste ontlading en daarna nog eens een keer die ontlading dat de scheidsrechter afvloot. Ja, dan zie je dat op de bank en ze zeggen altijd voelen is emotie en ik ben echt heel blij. Ik laat dat ook merken, dat mag ook iedereen zien. Ik heb net de beelden teruggezien, ik kan daar zelfs ontzettend van genieten en super, top. Top 5, hoor ik zelf zeggen. Ja, nee, we staan op de vijfde plek. Omdat AZ verliest bij Excelsior. Dus waar gaat het eindigen? En, er wordt heel gekscheerig al geroepen van we gaan Europa in voor ronde Champions League. Zelfs kampioenschappen. Ja, je weet hoe dat gaat in zo'n kleedkamer. En iedereen door het dolle heen. Maar onvoorstelbaar. Geweldig. Maar knijp je jezelf wel eens in je arm? Zo van, gebeurt het allemaal echt? Nee, want ik kreeg ook de vraag, collega's, van gaat ADO zweven? Alsjeblieft, zeg, hou op. Wij laten gewoon elke week weer zien door een duidelijke manier van spelen. Met overtuiging, met heel veel plezier. Fysiek, hè, want dat is toch het huidige voetbal. Het is niet alleen maar kracht, maar ook in combinatie met voetbal, met positiespel. Dan kunnen wij kunnen zo goed voetballen. En nogmaals, als je vanavond de eerste helft ziet, de mooiste aanval kwam van ons. En dat is top. Ja, dat was Torenstra. Hè? Die, ja, bijna dicht, die was dicht bij zijn tweede doelpunt. Het is jammer dat uiteindelijk niet een goal wordt. Maar als je de aanval op zich zag met allemaal één keer raken, doorbewegen. Geweldig. Ja, zijn naam is veel gevallen afgelopen week. Hè? Ook in verband met de transfer eventueel richting PSV zelfs van Verhoek. En dan scoort hij hier in het Hol van de Leeuw. Ja, goed. Beter kun je niet en kun je niet hebben. Nadat hij, dat zegt hij zelf, ik ga stoppen. Ik heb gescoord in Amsterdam, ik heb gescoord in Eindhoven. Maar ik hoop dat hij volgende week tegen VVV weer gaat scoren. Geeft aan hoe de sfeer is in de groep, hoeveel plezier we hebben met elkaar. En ja, nogmaals, ook hoe goed gevoetbald wordt. Het wordt een heerlijk ritje terug naar Dat wordt gezellig, ja. Dat weet ik nu al.